Mijn naam is Becky. Ik kom van Nigeria en ik ben hier 2 jaar met mijn mama in het asielcentrum van Brugge. En het centrum is heel groot. We zijn hier met 400 mensen en in de kamers zijn er bijna altijd 4 mensen. En ik en mijn mama slapen apart. Ik mag nog met mijn vriendjes spelen, maar we moeten de regels nog volgen. We moeten altijd 1,5 meter afstand nemen. En ik kan altijd nog rolschaatsen, verstoppertje, steppen. In het centrum hangen posters op de muren. En zo kan andere mensen weten wat die moeten doen. En dat is in andere verschillende talen. En als je ziek bent, dan kan een vriendin of iemand die bij je woont de dokter halen of een verpleegster. En als je je eten gaat halen, dan mag je niet meer in de refter eten, dan moet je thuis eten. Ik mis heel hard de activiteiten. Normaal gezien kwamen mensen komen voorlezen en knutselen. Maar dat gaat niet meer door de coronavirus. Ik hoop dat coronavirus voor heel snel voorbij gaat. Omdat ik dan terug naar school kan. En dan kunnen wij nog terug spelen, terug activiteiten doen. Dankjewel om naar Karwie te kijken. En als je nu nog meer nieuws wilt zien, abonneer je dan zeker op ons YouTube-kanaal en bekijk ook deze video's.